gebruik maken van de expertise van de gemeenschap. Is daar hopelijk echt een deel van. Dus het is voor alle Nederlandse luisteraars van Star TV. Dus ik denk dat in ieder geval iets is waar wij heel erg naar kijken. We zijn nu bezig met de nieuwe beleid van Nederland. En dit is wat dat betreft ook een goed moment om van jullie input te krijgen. Wij denken dus ook in te zetten, meer hopen we op de private sector development, op diaspora, op dat als kracht. Maar kijk, voor nu, dat is work in progress. Voor nu, nogmaals, ik ben geïnspireerd door deze groep. Ik ben blij dat we hier kunnen zijn. En het feit dat jullie kunnen ons helpen, wij kunnen jullie helpen. Het beste is als de gemeenschap zichzelf, zoals nu gebeurt, een beetje hulp van Spark, oké. Maar dat de gemeenschap zichzelf mobiliseert. En dat is namelijk uiteindelijk het beste. We hebben ook wel eens inderdaad in gesprekken van wat kan de ambassade doen. We zijn redelijk, beperkt. Maar vooral ook omdat zo'n beweging echt alleen maar lukt als het vanuit de gemeenschap zelf komt. Dan heeft het succes. En dat hebben wij ook gemerkt op andere plekken in de wereld. Dan kunnen wij vervolgens ook wel kijken hoe kunnen we dit steunen. Hoe kunnen we elkaar vaker vinden? Hoe kunnen we gewoon nog meer informatie krijgen? Maar dat jullie nu zelf, zeg maar, de organisatie hebben gemaakt, dat is, nou ja, 80% van het werk, zou ik zeggen. Dus ik vind het echt geweldig. Ik hoop dat we kennis kunnen delen. Ik ben, nogmaals, ik ben blij dat jullie allemaal zijn. En ondanks het, je zou bijna vergeten dat we een negatief reisadvies hebben. Maar ik ben dus heel blij dat jullie hier zijn. Ik hoop veel van jullie te horen ook. Ideeën over wat wij kunnen doen. En ideeën wat jullie dus ook als groep kunnen doen. Bedankt. En ik heb zin in de avond. And thank you. Very much for this very wonderful gift. I'm still practicing how to wear it. But I'm quite sure I'll get the hang of it. So thank you so much to all the organizers, to Spark for the wonderful organization of this iftar. We had an absolutely great evening. We met new friends, we met people we've known for I've worked with for the last 3 years. What I have to say is that the community here, the Dutch clan, is strong, vibrant, dynamic, entrepreneurial, and very inspirational. So I'm happy that everyone is here together, and I really hope to see you all in the future, and I'm absolutely convinced I'll come back here. So thank you. Thank you as well. It has been really a wonderful and inspiring evening, and I hope to come back very soon again and meet many of you. So it was a great start to a continuing journey together with you. Thank you. وحن حقن سكوني معاوة تشاليدة رير هولند كنور مقالدة هرقيسة و سكويمي إسبرشو أقون سوي دارسي إيو إن محوها تشاليدة إس أرغنائز كريسو سيدي لو نقول لها نتورك سكو حران و كو حران دالكي هولند كوليجين نو نقضي دالكي لباد محوها نادوب غريي inaanu muxuu ahaa anagu isku xirnaano dalkeena ku xirnaano marka caawa xaggan waxaanu isugu nimid isbarasho iyo ina safiirka Holland u fadhiya muxuu ahaa u qaabilsan Somaliland iyo Soomaaliya iyo Kenyaba inaanu xaggan muxuu ahaa ku casuumno oo aan isbarano chaarid ahaan aan isku xirnaano sababta caawa xaggan isugu nimid. Ten eerste, ik wil een aantal mensen bedanken. DNA voor mij sponsoren, Star TV en Tulip. Dat zijn allemaal Nederlandse jongens die ook mede gesponsord hebben om dit voor elkaar te krijgen. En we gaan elke kwartaal doen. En wij sturen jou en Eline een mailtje, foto's en om alles even laatste updates te geven. Dank jullie allemaal. En ik geloof Eline en Tijmen moeten weg. Binnen nu een auto wacht. Maar achteraf kunnen jullie allemaal wel blijven even koffie doen en noem maar op. Dank jullie allemaal.